En er komen steeds meer 75-plussers die eenzaam zijn en eigenlijk niet weten hoe ze eruit komen. Een van de manieren om eenzaamheid tegen te gaan is door elkaar te ontmoeten. Dat kon vrijdag in het Kerkenbuske in Helden bij de Dag van de Ouderen. Deze keer stond het thema bewegen centraal. Volgens cijfers, landelijke cijfers, is 1 op de 2 mensen van 75 plus voelt zich wel eens eenzaam. En ja, deze meneer Taylor, toevallig een Engelsman, die zegt het, ja, hoe ouder je wordt, hoe minder mensen contact met je opnemen, lijkt het wel. Want één ding is zeker, je hoeft niet alleen te zijn. En zo'n dag als vandaag laat het al heel mooi zien wat die verbondenheid met elkaar doet en wat je aan elkaar hebt en de gesprekken die je met elkaar hebt. Heel vaak wordt er gezegd, ja, dan stoppen we er maar een pilletje in en dan komen we over een paar maanden weer terug en dan gaan we even kijken hoe de bloeddruk er op dit moment voor staat, of iets cholesterolgehalte of diabetes etc. Terwijl die arts eigenlijk veel meer op de preventieve stoel mag gaan zitten en gaan zeggen, maar als je je leefstijl aanpast, op welke manier dan ook, hè, dan zal dat waarschijnlijk een positief effect gaan hebben op jouw gezondheid. Je kunt wandelen, je kunt fietsen, je kunt eigenlijk alles wat bewegen en voorkomt, dat kun je gaan doen. Waarom is het zo'n actueel thema? Omdat er veel 75-plussers zijn die dus thuis blijven zitten. En ja, dat bewegen, dat komt wel. Maar dat komt dan niet. En dan is het heel belangrijk dat je dus je sociale contacten aanhaalt. En dus als je het niet alleen wilt, samen met iemand anders. En dat is ook veel gemakkelijker. In die weg zijn altijd maatoplossingen mogelijk. En soms betekent een maatoplossing iets op een andere manier doen, dat het wel lukt. En soms betekent dat met hulpmiddelen. En in sommige gevallen een stapje terug. Het ligt gewoon eigenlijk al in huis of buitenshuis. En ja, dat zijn dingen die men wat gemakkelijker oppakt als het even uitgelegd wordt. Er werden 3 workshops gegeven waarbij bewegen centraal stond. Belangrijkste boodschap, door de leefstijl te veranderen kan veel winst behaald worden om gezonder te leven. Vandaag zijn allemaal gemotiveerde mensen hier die willen gaan bewegen of die al heel veel bewegen. En ik denk dat is mooi wat hier verteld wordt, is een mooi onderwerp. Dat zou heel PLMA's moeten doen. Hier wordt echt de aandacht gelegd op van niet van dat je naar de sportschool moet, maar min of meer van laagdrempelig, van wat kun je wel bereiken. En dat kan zijn ook tuinieren, dat kan zijn wandelen, dat kan, en het hoeft niet per se dus een echt intensieve sport te zijn. Voor iedereen is er wel een oplossing, zegt u? Voor iedereen is er een oplossing. Dat is mij vandaag sowieso al duidelijk geworden, dat wordt ook gepromoot. Horen hier allerlei voorbeelden vandaag. Gaat het ook ogen openen, denkt u? Ja, er zijn juist met de flyer uitdelen, de koffie uitdelen, toen kregen we al voorbeelden van. Ja, nu weet ik ook hoe ik eigenlijk moet gaan beginnen. En dat is dus de eerste aanzet wat ze willen doen, om dus ook buitenshuis te komen. Niet binnen blijven zitten, niet eenzaam blijven en niet de hele dag die tv aan, want dan krijg je maar vierkante ogen van. En ze weten nu beter na deze sessies hoe ze zich dus kunnen aansluiten. Ze krijgen straks ook allemaal een goodiebag mee. Dus dat ze kunnen kijken van wat is er vandaag geweest. Er is ook een stappenplan bij voor de kern waar je zit. En dat krijgen ze gratis mee. Dus er is altijd iets om uit te proberen van wat erin staat.